doe maar de nummertje 4. Wordt die 7,5. Dankjewel. Ja, ze hebben ook nog een VIP. Een VIP, daar krijg je gratis koffie erbij. 2,50 in de bord. Alsjeblieft. Yo, dank je. Een happy hour. Wanneer is happy hour dan? Niet nu. Nee. Oh, even kijken of deze ook helemaal dicht is. Zo. Oh. Neutraal. Inzevrij. Kijk, wat een uitzicht voor ons. Ja, niet normaal. Oh, dat is niet. Leuk. Een enorm fijn uitzicht. Geen auto's voor ons. Geen auto's voor ons. Geen veel te dikke auto's. Alleen maar wij. Wij. Feedback. Ik was laatst bij een klant. En daar gaf ik een workshop. Ja. Over responsive design. Ja. En er kwam daar iemand naar me toe van die bij de klant werkt. Uh-huh. Ja, ik ken jou van je blog. Nee. Van de wasstraat. Dat vond ik echt heel leuk. Oh, dat is tof. Heel tof. Hallo. Hey. Leuk dat je kijkt. Ja. Laten we gaan spreken. Dat ja, was best een workshop ook, ja. Ja, ja, precies, ja. Ja. Oh, tof zeg. Ja. Ja, en ik zag Astrid, zag ik, dat is een van onze vaste fans. Oh ja, die twittert er wel over. Hè? Ja, inderdaad, ja, dat is onze promotor. Dat is heel fijn. En dat is sowieso ook een interessante markt. Ze doet allemaal dingen met jeugd en zo. Dus, Okay. Dat is sowieso iets waar wij niet al te veel mee te maken hebben bij ons bedrijf met Nierenboom. Tenminste, doen we weinig mee, hè? Nee, niet zo heel erg veel, inderdaad. We hebben wel eens... Nee, dat was babyvoer. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat was, nou, was ook leuk. Ik heb een heleboel zwangere vrouwen op visite, geloof ik. Het grappige was, hè? Het overgrote deel van de klant was ook zwanger. Okay, grappig. Ja, dat schijnt aanstekelijk te werken. Maar nee, ja. Ik denk er trouwens over om de boel wat eenvoudiger te maken. Het experiment met de clips en dat soort dingen, dat lijkt te werken. Okay. Mensen kunnen het in elk geval oppikken. Ja. Even wachten. En ik denk erover om de hele lange wasstraat, om die weg te keilen. Dat we die niet doen, maar dat we gewoon direct fragmenten aanbieden. Oh. Moet ik natuurlijk wel even vergaderen, maar dit is de vergadering dan. Ja, nou ja. Weet je, het scheelt ook veel meer. Het scheelt gewoon werk en... Nou, als het jouw werk... Ik dacht dat die lange, dat lekker makkelijk zou zijn. Ja, die lange, die zet ik meestal direct neer. Ja, ja, misschien die kan ik eigenlijk ook wel neerzetten. Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Ik dacht van nou misschien... Wat jij wil. Kijk, ja, maak het vooral zo makkelijk mogelijk. Daar ben ik altijd mee bezig. Ja. Alles wat ik doe, wil ik zo simpel mogelijk. Zo min mogelijk werk. Ja, ja. Maar ik denk ook, we hadden, in het begin hadden we ook afgesproken van nou laten we de oneven weken zeg maar, dan kijken van hoe het design werkt en hoe de interactie werkt. En de manier waarop we nu de verhaaltjes hebben gestructureerd bij elke post. Ik denk als we daar de clipjes bij zetten, dan zijn we eigenlijk klaar. Dat zijn misschien op zichzelf staande blogposts ook al handig. Dat je gewoon die filmpje met een tekstje eronder. Ja, precies. Maar zo schrijf ik die tekstjes eigenlijk niet, hè. Wat ik altijd doe... Nee, ze lopen in elkaar over in het. Ik lees... jouw samenvattingjes, je pointers. Ja. En dan zet ik ook lalalala. En dan op een gegeven moment. En de rest. Twee, drie, ja, en meer. Ja. Maar dat is ook heel vaak het geval. Meestal helemaal aan het einde van de rit, dan komen er wat minder fragmentjes. Maar die zijn vaak wel interessant. Die zijn vaak het leukst, vond ik. Zijn leuke. Maar die zijn makkelijk ook op één hoop te gooien. Ja. Dus, hij staat niet zo heel erg scheef deze keer. Nee, dus nee. Ja. Ik vind het nog steeds grappig dat hij dat een wasstraatmannetje wat er staat, dat hij een politiepet op heeft. Ja. Raar. Ja, inderdaad, ja. Autoriteit. Ik kijk ook somber.
strak uit mijn ogen. Zo, ramen open. Oh ja, graag. Het is dus, wat is het, 26 graden of zo? 27 hadden ze beloofd. Het is normaal zomer, weer eindelijk eens een keer. Ja, precies, ja. Niet dat herfstige weer van 21 graden. Ja, hier is dan weer een flink wat bezigheid. Stofzuigen is wel voor vandaag. Donderdag stofzuigdag. Ik vind het echt wel grappig, al die mensen die hun auto's helemaal aan het poetsen zijn. Ja. Terwijl hierboven zit hier gewoon een duivennest. Ja. Flap. Dank u wel voor uw zaken. Zo.